Hallo mensen, vandaag ga ik jullie mijn stories van mijn Rainbow Loom laten zien. Ik ben een nieuwe YouTuber, ik ben nieuw op YouTube en ik ga Rainbow Loom filmpjes maken. Ik ben een van de eerste Rainbow Loomers in Nederland. Ik heb het in New York gekocht en toen was het nog geen raasje in Nederland. Ik heb toen geen video's gemaakt en ik ben ook een tijdje gestopt met Rainbow Loomen. Maar ik ben nu weer vol aan de gang en ik zal jullie dus de laatste tijd... Ga ik filmpjes maken. En jullie zullen dus nog veel filmpjes van mij zien, hoop ik. En ja, veel kijkplezier. En ik heb trouwens een bestelling gedaan op eBay. En ja, daar komt denk ik ook nog een unboxing over. Dus ja, laten we snel beginnen. Als eerste heb ik hier een paar dozen. In de eerste doos is het een beetje leeg. Maar ja, ik heb een rood, blauw... Oranje, een beetje C-kleur, groen-blauwachtig. Heb ik daar paars, roze, zwart, groen, geel en wit. En daar zijn nog een paar armbandjes. Niet heel interessant. Gaan we door met de volgende doos. Die is wel wat voller. Daar zit donkerblauw, bordeauxrood, lichtblauw, dip dye. En twee pokervakjes. Dan hebben we hier groen en daar ook nog wat armbandjes. En hier hebben we wat kleinere haakjes en wat jellypaarse elastiekjes. Die zijn heel mooi, vind ik. Dan draaien we deze doos om en dan zien we dat hij helemaal vol zit. Hier hebben we jelly. En daar hebben we jelly glitter. Hier hebben we twee met goud. Daar hebben we twee vakjes met doorzichtig jelly. En als je het in het licht houdt, dan wordt het paars. Hier hebben we nog twee vakjes met dip dye. En hier nog twee met zilver. Hier hebben we een heel vol bakje. Helemaal tot onderin. Met allemaal S en C-clips. En hier hebben we drie bakjes. Met allemaal mooie leuke bedeltjes. Oké, nou, het volgende doosje die is een beetje helemaal leeg. Het is een reservedoosje. Ik wil het liefst zo min mogelijk dozen hebben. Maar ja, reserve kan nooit kwaad. En hier heb ik mijn doos waarmee ik begon toen er nog geen Rainbow Loom in Nederland was. En uit New York was het heel duur om te kopen. Nou, dit is gewoon ruw groen. Donker C-kleur, licht C-kleur, roze, paars, rood, geel. Heel veel charms, een mix en plastic elastiekjes. En dan hebben we hier nog ronde clipjes, want er waren ook geen C-clips natuurlijk. Deze kun je gewoon bij de Xenos kopen, 100 voor 1 euro. En dit zijn allemaal haar elastiekjes en dit zijn gewoon ja, bedeltjes die je op een website kan kopen. Dus ja, deze box... De boxen komen trouwens van de Action en de Xenos. Onderin beginnen we met deze hele grote kist. Ja, deze is best wel vol. Hier hebben we twee Rainbow Loom sets. Ik heb er drie, maar daar zit er ook nog eentje. Dus hier zijn er twee. Dan heb ik hier mijn reiszakje. Daar zit een haak. Wel een paar duizend elastiekjes en natuurlijk ook mijn mini loom. Hartstikke leuk. Daar zitten echt veel elastiekjes in zoals je ziet. Nou, dan heb ik gewoon diepvrieszakjes gekocht. Dat is altijd handig. Die elastiekjes in de loom. Dan hebben we twee volle dozen. Een groene doos. En een mooie blauwe doos. Nou, laten we snel beginnen. Deze zit niet zo heel erg vol de bovenkant. Maar we hebben blauw, lichtroze, paars, oranje, bruin, oranje en jelly, blauw erdoorheen. En hier hebben we beige. Dan gaan we snel naar de achterkant. En die zit helemaal vol. Wow. Hierin heb ik echt een heel veel. Maar ook echt heel veel roze en jelly geel. Dus ja... Dit is roze, dit is jelly geel.
Dit is een beetje mint, ja, mint lichtgroene kleurtje. Hebben we hier grijs, daar hebben we een mooie wit. Hier hebben we de paars jelly. Hier hebben we lichtblauw jelly. Hier hebben we rood. En daar is zwart. Dat was de blauwe box. Ik probeer hem nu ook even in te stoppen. Zo. En dan gaan we over naar de groene doos. Die zit ook aardig vol. Nou, dan hebben we hier weer... hebben we hier vier vakjes met allemaal kraaltjes. De paarsige, de rozere, de ja, rood, geel en oranje, de blauw, geel en groen. Hier hebben we donkere elastiekjes, hier bordeaux rood. Hier weer twee van die doorzichtige. Hier twee gouden, hier twee diptie en hier twee zilver. Dan gaan we de doos weer omdraaien. En dan hebben we ook weer een hele volle doos. Hier hebben we heel veel plastic mix elastiekjes. Hier heb ik een aantal haaks en een mini loom. En ja, ik weet niet wat dat is. Hier heb ik heel veel C en S clips. Hier heb ik Lone Dark, Poker, Jelly Glitter, Charms. Heel veel leuke charms, allemaal van ijzer. Echt hele leuke. Ik zal eventjes dichtbij doen. We hebben daar nog een paar losse elastiekjes. En hier hebben we ook weer heel veel CNS clips. Nou, dat was dus die doos. Dan doen we dit er weer in. Dan gaan we door naar... Oh, oeps, nee, is niet erg. Naar deze la. Nou, het enige wat in deze la zit is... van de Real... Rainbow Loom, de beschrijving, de uitleg dus. Ja, niet heel boeiend. En daar heb ik een ding met al mijn bandjes die ik heb gemaakt. Ik zal daar ook nog wel een video over maken. Dan laat ik al mijn bandjes zien, als jullie dat willen. Ik heb er niet heel veel. Maar ja, het is toch iets. En dan deze la heb ik mijn echte Rainbow Loom. Mijn derde dus. Ja, die is gewoon cool. En mijn Rainbow Loom hoek. En hier nog wat shit. Hier heb ik dan wat witte elastiekjes. Hier wat beige. En hier grijs. Ze lijken allemaal hartstikke op elkaar hier. Ja. Laten we nu naar de bovenste en de volste laag gaan. Die krijg ik amper open, zo vol zit die. Oké. Hier heb ik een armbandje, die heb ik zelf ontworpen. Dit is een heel ander effect op deze kant. Hier heb ik een armbandje. Hier heb ik een armbandje. Dan heb ik hier ook nog een armbandje. Hier heb ik nog een haaknaald. Hier heb ik een witte refill pack. Hier heb ik, ja, metallic kleurtjes. Metallic jelly kleurtjes. Refill pack. Een jelly refill pack. Oh, een jelly paars refill pack. Een single mintje. Een smiley die mislukt is. Bruine elastiekjes refill pack. Rode refill pack. Ja, grotere elastiekjes en neon refill pack. Die zit helemaal vol trouwens, kijk maar. Dan hebben we hier roze refill pack, lichtroze refill pack, groen refill pack, roze refill pack, ik heb heel veel roze, zwart refill pack, blauw refill pack, een leeg doosje, nog wat charms, en hier zijn nog wat oogjes, en wat is dit? Wat charms. En ja. Nog wat handige dingen dus. En dit was dus mijn Rainbow Loom collectie tot nu toe. En ja, ik zie jullie bij mijn volgende video. Doei doei!